Dorpsbewoners spelen eigen geschiedenis na. In het Noord-Brabantse dorpje Westerbeek herdenken ze de Tweede Wereldoorlog op een bijzondere manier. De inwoners spelen daar hun eigen geschiedenis na. Westerbeek. Het is een klein dorpje met zo'n 600 inwoners. Midden in het dorp is voor even een openluchttheater gebouwd. Er wordt de komende weken een waargebeurd verhaal nagespeeld. Dit is het decor van de familie, van de boerderij van familie Egelmeers. Daar hebben ze de helft meer van de muur en het dak eruit gehaald. Dat je naar binnen kan kijken, de mensen, dat je het goed kan volgen. Maartje speelt een rol in het toneelstuk. En ik ben de onderduikers dochter. En wat is dat eigenlijk, dat onderduiken? Dat is meer verstoppen, de Duitsers je niet meer zien. 71 jaar geleden veroverde het Duitse leger Nederland. Dat gebeurde in opdracht van Adolf Hitler. Hij probeerde in heel Europa de macht te krijgen. Ein Volk sind wir, ein Reich. Er waren Nederlanders die in verzet kwamen tegen de Duitse soldaten. Maar dat was wel gevaarlijk. Als ze ontdekt werden, konden ze worden opgepakt. En daarom verstopten ze zich. In Westerbeek zaten veel van die onderduikers. Er zaten ongeveer net zoveel onderduikers als het dorp inwoners had in die tijd. Ja, er zijn nog steeds mensen die familie hebben, die dat meegemaakt hebben. En daardoor is het gewoon leuk om daar een toneelstuk over te spelen. Morgen is de eerste echte uitvoering. Een paar kinderen komen kijken naar de generale repetitie. Achtung! Vooruit! Mars! Links! We moeten nu wel heel stil zijn, omdat het toneelstuk al begonnen is. En ben je zenuwachtig? Nu wel een beetje. Haha, oh, wat een reis! Oh, en nou dochter! En helemaal uit Venlo op de fiets. Ja, ja. Dag Dirkje, goeiedag. Maartje speelt de rol van Ellie. Samen met haar ouders moest Ellie onderduiken. Mijn vader heeft me een sabotage gepleegd tegen de Duitsers. Hij werkte in een Duitse fabriek in Venlo en had daar machines kapot gemaakt. Maar ben je dan niet bang dat zo zuiken? Ja, ja. En dat gebeurde allemaal in het dorp waar jij nu woont, hè? Kun je dat voorstellen? Eigenlijk niet, want ja, je hebt het niet meegemaakt. Je leeft nu in een hele andere tijd. Toch lijkt het weer even 1943 in Westerbeek. Worden, wat is voor hoes? Maar gelukkig is het niet echt en allemaal nagespeeld. Nou, deze kleren heb ik wel speciaal voor het toneel. Met bijvoorbeeld een blouse, die heb ik ook niet altijd aan, en met een schort. En ik vind het gewoon wat ouderwetser en anders vooral. Nu, nou heb je geen spijkerbroek aan en een leuk t-shirtje erop of zo. Dit is toch heel anders. Toen kenden ze de mode nog niet en wisten ze nog niet dat er deze nieuwe spijkerbroek en t-shirt zou zijn. Nou, de meeste kinderen dragen dit niet op school. En stel dat jij dan als enigste op school zou komen, dat zou ook niet leuk zijn. En zou je dit in het echt ook wel aan willen? Nee, dat denk ik toch niet. Daar ben ik gewoon niet gewend aan. Nee.